wat erin zit, is dat er een verzekeringsplicht komt voor alle werkenden. En dus ook voor zelfstandigen. En daar is D66 nooit een voorstander van geweest. Daar moeten we denk ik ook eerlijk over zijn. Maar toch vind ik wat we nu hebben afgesproken om een aantal redenen ook heel verdedigbaar. De eerste is dat we de ogen niet kunnen sluiten voor het feit dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt steeds meer zelfstandigen werken die eigenlijk helemaal geen zelfstandig ondernemer zijn, maar die alleen maar op deze manier überhaupt ergens aan het werk komen. Op een manier die voor hun werkgever, want dat is het vaak, gewoon het goedkoopst is. En die groep heeft nu geen enkele bescherming. En dat vind ik echt een serieus probleem waar ook sociaal-liberalen gewoon de ogen niet voor kunnen sluiten. En het tweede is dat we hebben gezegd, maar als we dat doen, dan moet de premie wel betaalbaar zijn voor zelfstandigen. En er mag ook geen enkele zelfstandige worden uitgesloten. En dat was voor D66 cruciaal. En tot slot, dit idee wordt uitgewerkt. Dit is nu nog maar een algemeen plan, maar we hebben aan de sociale partners gevraagd om dit uit te werken, maar niet alleen. Ook zelfstandige organisaties moeten meebekijken. Zij worden betrokken bij de uitwerking, want we willen natuurlijk niet dat er alleen maar over zelfstandigen wordt beslist. Zij moeten mogen meepraten. En dan kunnen we bijvoorbeeld kijken of zelfstandigen die al een goede verzekering hebben, ja, dat dan deze verplichting voor hen niet meer geldt, want die hebben dat niet meer nodig.